In deze video gaan we kijken naar mijn passieve inkomen. Dus elke 3 maanden probeer ik ook hier een video van te maken met een update waarin ik kijk naar verschillende vormen van passief inkomen die ik heb. Ten eerste is dat ook affiliate marketing inmiddels of via beleggingen die ik doe. En dit is ook denk ik de laatste video die ik doe zonder dat ik YouTube inkomsten heb. Want ik voldoe inmiddels aan de eisen van YouTube van 1000 abonnees en 4000 uur kijktijd in een jaar. Dus ik zal waarschijnlijk, als het goed is in ieder geval, binnenkort, of misschien ben ik het al, goedgekeurd worden als YouTube-partner. Dan komen er advertenties bij mijn video's. En ook daar kan ik dan een inkomen, een passief inkomen uit verdienen. Dus die wordt hier nog niet in meegenomen. Waarschijnlijk dus wel in de volgende video. En deze video is dan ook een mooi naslagwerk waar we later terug kunnen kijken hoe we ooit begonnen zijn. Kleine vormen, hoe we langzaam gegroeid zijn. Nou, al die dingen worden dus in deze video besproken. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien? Abonneer je dan hier in de hoek op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. Nou, deze video van vandaag valt dus in die laatste categorie passief inkomen en dan specifiek mijn passieve inkomen, waarin ik gewoon deel zo open mogelijk ben over wat ik verdien en op welke manier ik dit verdien. Zoals gezegd, een van de manieren is affiliate marketing en die zal ik dan als eerste gaan bespreken. Affiliate marketing houdt in dat ik vergoedingen krijg als ik mensen ergens voor aanmeld. Ja, die dingen, producten, diensten, dat kunnen zijn de Giro, Bing Bank, dat soort dingen. Links daarvan vind je onder deze video. Als je dan via zo'n link je eigen aanmeldt en je wordt lid of je wordt klant bij zo'n bedrijf, dan krijg ik daar een vergoeding voor. Zoals ik al eerder heb gezegd, doe ik dit natuurlijk niet bij alle bedrijven, puur om het geld te verdienen. Het zijn allemaal bedrijven waar ik klant van ben, waar ik klant van ben geweest of waar ik eventueel klant van zou kunnen zijn, maar niet zo bij mij past, maar misschien wel bij jou. Maar in ieder geval dingen die wel passen bij mijn doelgroep en waar je ook beter van wordt, denk ik, als je daar via die manier bijvoorbeeld je geld investeert. En op die manier hoop ik dus jullie te helpen. En tegelijkertijd helpen jullie mij als je via zo'n link je eigen aanmeldt, omdat ik dan een vergoeding krijg. En dat is een beetje een inkomen vanuit dit kanaal, zou je kunnen zeggen. Ik heb hier al eerder een video over gemaakt, toen ik dus 1000 abonnees kreeg, wat toen mijn inkomsten tot dat moment waren. Ik zal hem hier even plaatsen. Maar kort samengevat had ik toen 115 euro aan passief inkomen. 5 euro daarvan kwam vanuit Picnic via een actiecode. 100 euro daarvan kwam vanuit Peaks. Ook daar had ik een video over gemaakt, waar je wisselgeld dus automatisch kunt beleggen door een app van de Rabobank in principe. 10 mensen hadden zijn eigen via daar aangemeld. 10 keer 10 euro was dus 100 euro. En ik heb nog een keer 10 euro gekregen door iemand die zijn eigen heeft aangemeld via de Bing Bank link. Nou, op die manier heb ik dus een klant aangemeld. Daar kreeg ik ook een vergoeding voor. En ook daar heb ik trouwens nog een video over gemaakt over Bing Bank. Maar in ieder geval in totaal heb ik dus tot nu toe 115 euro verdiend in de laatste maanden met mijn YouTube kanaal. Met affiliate marketing dus. En zoals gezegd voldoe ik nu aan de eisen van YouTube. Dus ik hoop in het komende video te kunnen vermelden dat ik ook een YouTube inkomen heb. Die zal waarschijnlijk enkele tientjes per maand zijn. Hoop ik. Ik weet niet, dat is een verwachting, dus dat gaan we zien in de volgende video. Laten we hopen dat ik goed word gekeurd. Een andere vorm van passief inkomen die ik heb is nog beleggingen. Maar daar kan ik best even voor overstappen naar de computer. Dus laten we dat doen, dan kan ik je alles precies laten zien. Oké, laten we dan even de websites gaan bekijken. De 4 websites waar mijn belegd vermogen in zit. Daar had je trouwens kunnen zien als je mijn budget en eigen vermogen had, video had gekeken. Daar. Ik zal hem hier even in de hoek linken. In ieder geval daar zag je welk gedeelte belegd vermogen was en welke aanbieders ik gebruik. Nou, als we gaan kijken, de eerste daarvan die ik gebruik. En dan zet ik even mijn scherm goed. Dat is Bing Bank. Daar heb ik al eerder een video ook over gemaakt. Zoals gezegd gebruik ik Bing Forward. En welke opties er nog meer zijn, zal ik ook even in de hoek plaatsen. Dan kun je die video altijd nog bekijken. Zoals gezegd, ik heb dus Bing Forward. En ik heb bijna 12.000 euro aan vermogen hierin zitten. Je ziet hoe het start. Het neemt eigenlijk elke paar maanden neemt het wat toe. Ik stort hier 300 euro in de maand in. Dat zie je hier trouwens ook terug. En ik zie dat er ergens trouwens 10 euro via Bing is gestort. Dat klopt trouwens, daar had ik al eerder over vermeld. Dan gaan we kijken naar de details. Dan zie je dus hoe het is opgebouwd. Inmiddels, scrollen we even naar beneden, heb ik in de laatste 3 maanden 1,6% rendement. Ja, zoals gezegd, de beurs doet het gewoon wat minder. De laatste 12 maanden is het bijna 4%. Sinds het begin iets meer dan 12%. Hier zie je ook de verdeling. Ik zit nog steeds voor een groot gedeelte in aandelen, omdat ik toch nog 30 jaar of zo vooruit wil denken. En als we hier gaan kijken, zie je hoeveel het waard is en hoeveel geld ik heb ingestoken. Nou, als we dat gaan kijken, dan heb ik in de laatste, als we dat gaan kijken en ik zie dat ik de gegevens waarmee ik
deze video heb voorbereid iets anders zijn. Toen kwam ik uit op een op dit moment €788 in de plus. Terwijl dat 3 maanden geleden €631 in de plus was. Oftewel, we zijn dan de laatste 3 maanden €157 op vooruit gegaan. Bij Bink Forward in ieder geval. Het volgende onderdeel, dat is de Giro. Laten we daar even naar overstappen. Even kijken, op dit moment iets, ja, €9.500 erin zitten. We gaan even kijken naar mijn portefeuille, dan kun je het beter zien. Alibaba, die staat inmiddels in de min. Want die heeft sinds dat Trump ergens begin mei aan heeft gekondigd, is het hard achteruit gegaan. Ook Apple heeft daar waarschijnlijk last van. Facebook staan we nog wel in de plus. Tesla inmiddels bijna €1760 in de min. Zoals je ziet heb ik wel inmiddels 25 aandelen. Ik geloof dat het iets meer dan 2 maanden geleden nog maar 10 aandelen waren. Dus ik heb daar behoorlijk wat geld in gestopt. Ik weet dat het steeds minder waard wordt, maar ik geloof op de lange termijn hierin. Visa staan we nog wel in de plus, doet het erg goed. En dan nog 2 ETF's. Het gaat redelijk. Ja, Tesla haalt het natuurlijk ver onderuit. En we zien ook hier dat we €1600 in de min staan op het totaalbedrag. Dus ja, zoals gezegd, de beurs zit wat tegen. Zeker met Tesla zit het tegen. Want die zitten geloof ik min 40% al dit jaar. Dus dit is echt iets voor de lange termijn. Ook hier geldt dat ik gisteren de video heb voorbereid. Dat na de hand de beurs denk ik nog open is geweest. Of tijdens de beurs dat die open was. Toen kwam ik tenminste op een verschil van min €1526,18. Terwijl dat 3 maanden geleden min €1165,16 was. Oftewel, ik ben er in de laatste 3 maanden bij de Giro in ieder geval €361,02 op achteruit gegaan. Gaan we door naar de volgende, dat is Peaks. En dan laat ik even de website zien, want de rest allemaal via de telefoonapp gaat. Je kunt niet via de website dingen regelen. Maar in ieder geval Peaks, daar ben ik dus in beleggingen vooral op vooruit gegaan door het passieve inkomen, doordat mensen die code hebben verzilverd. Omdat het natuurlijk minder gaat op de beurs, zie je dat daar ook terugkomen. En ik heb bij Peaks dan ook een verlies geleden van €7,74. En dan komen we uit bij de laatste, dat is Brand New Day. Daar gebruik ik het voor mijn pensioenrekening. Zoals je ziet heb ik €3700 ingelegd. Is het op dit moment €3859 waard. Op dit moment sta ik dus €159 in de plus. Terwijl dat 3 maanden geleden stond ik juist nog €80 in de min. Dus hier is het wel goed gegaan. En dan kom je uit op een totaalbedrag van €239 in de plus voor Brand New Day. En doe je nou al deze bedragen, al die plusbedragen, ook minbedragen helaas, bij elkaar, dan kom je uiteindelijk toch nog op een plusbedrag. Al is het niet heel veel, sta ik er nog €27,24 in de plus de afgelopen 3 maanden op mijn beleggingen. Tot zover dus het passieve inkomen van mijn beleggingen. Nou, als je gaat kijken, ondanks de slechte tijd eigenlijk, omdat de beurs best wel flink wat klap heeft gehad, onder andere door die handelsoorlogen met Trump en zo, heb je daar toch nog in de plus uiteindelijk geëindigd. Al is het maar bijna €30, maar dat maakt niet uit. Samen met die affiliate marketing inkomsten van €115 kom ik toch bijna op €145. €142,24 om precies te zijn. En dat in de afgelopen maanden is gewoon een leuke bijverdienste. Want zoals ik zeg, het is passief inkomen. Het is niet zo dat ik er echt veel werk aan hem moet besteden. Ja, wel met mijn YouTube video's, maar dat zou ik toch al doen. Dus het is gewoon een extra bijverdienst en dat maakt het extra leuk. Ik hoop natuurlijk dat dit passieve inkomen de komende maanden verder groeit. Hangt een beetje af van de beurs aan de ene kant, YouTube inkomsten bijvoorbeeld aan de andere kant, affiliate marketing inkomsten aan de andere kant. Ja, dat laat ik dus wel weer zien in de video over 3 maanden. Vond je dit nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. Maar laat in ieder geval in de reacties onder deze video weten wat je goed vond of minder goed vond. Zodat ik dat kan meenemen in de volgende video's en in ieder geval mijn video kan verbeteren. Heb je nog vragen of opmerkingen? Dan kun je ze natuurlijk ook onder deze video weer achterlaten. Of je komt naar onze Discord chat. Daar zijn we met inmiddels meer dan 100 mensen actief. Dan kun je ook vragen stellen, beantwoorden, mensen helpen. Dat kan dus op 2 manieren. Onder deze video of in onze Discord chat. Een link daarvan vind je trouwens ook onder deze video. En aangezien je nog steeds aan het kijken bent naar deze video, is het waarschijnlijk dus een interessante video voor jou geweest. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's over de onderwerpen passief inkomen, persoonlijke financiën en investeren en beleggen. Dus abonneer je hier op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. En dan hoop ik jou in de volgende video weer terug te zien.